Jan Smeets nam afgelopen zomer toch een beetje in stilte afscheid van Pinkpop als directeur. Het is gevierd in kleine kring en het verandert een heel leven, denk ik. Jan, wat gaat er nou door je heen als je deze dagen jouw eigen Pinkpop-kantoor binnenloopt? Nou, ik moest daarover een paar dingen nadenken voordat ik definitief zei van ik neem nu afscheid, dat ik niks meer met Pinkpop te maken heb. He, want vroeger had ik over alles wat te vertellen en nou is dat voorbij. Dus Pinkpop heb ik echt overgedragen aan drie mensen, Cirk, Terza en Nick. En de volgorde en de grootte kun je zelf invullen. Nou, dat was een heel belangrijk besluit. Daarna heb ik nog besloten om afscheid te nemen van het terrein. Ik was met drie man eigenaar van het Pinkpop-terrein. Toch een vrij groot terrein. Hoeveel hectare was dat ongeveer? 7 hectare, ik weet het nog niet meer. Nou, paarden draafden er lang omheen. Ja, dat dacht ik. Nou ja, daar heb ik ook afscheid van genomen. Ik moet je zeggen, dat valt allemaal zwaar. Waarom? Omdat je dat dan geen afscheid van kunt nemen in de echte zin van het woord. Ik heb nou niks meer te vertellen. Je bent wel op Pinkpop geweest. Wat was er anders voor jou? Nou, op deze Pinkpop, ik moest er drie Pinkpops op wachten. Drie afleveringen vanwege de corona. Die was anders, omdat ik, het was weer Pinkpop en ik had toch maar besloten om het dan toch niet meer te doen. Niet meer de zeggenschap te hebben over het festival. Jij testte altijd vooraf de friet? Ik test alles. Zeg maar gewoon alle frieten, inclusief. Ik hoorde dat de friet dit jaar minder was van kwaliteit. Dat kan ik me zelfs niet meer herinneren. Er zijn drie soorten frieten geweest op het festivalterrein, maar ik weet niet meer precies hoe het in elkaar stak. Dat weet ik niet meer. Hebben festivals à la Pinkpop een toekomst? Want vroeger kon je dat met een paar mensen organiseren. Je regelde een paar bandjes. 50 jaar geleden. Ja. 50 jaar maar geleden. Nu? Nee, dit is, Pinkpop heeft een, althans festivals georganiseerd volgens de formule van Pinkpop. Dat is ijzersterk, die kan nog jaren door. Toch is Parkpop volgend jaar al afgelast? Parkpop is afgelast, ze kunnen het niet meer brengen in deze tijd, de formule. En de formule is toch voornamelijk veel geld. Je moet een heel dikke beurs hebben, wil je dat programma kunnen betalen. Je hebt nou, een beetje afscheid genomen van Pinkpop, maar je doet wel nog een heleboel andere dingen. Je bent nog manager van Urbanus, dacht ik. Hè? Ik doe nog Urbanus, ja. Ja, alleen voor Nederland. Ik heb het altijd 40 jaar gedaan, België en Nederland. En nu doe ik alleen nog maar Nederland. Alle theaters, als het even kan. En er komt dus weer een tournee aan. Er komt een tournee aan. Ik ben bezig met de dagen uit te zetten. Ik weet al, de eerste dag ken ik, 21 mei, Maastricht. Ik ben heel goed bevriend, gelukkig, met een hele hoop programmeurs. Mm-hmm. Die nieuwe, die moet ik natuurlijk nog kennis mee maken. Ja. Maar de meeste zijn er, ondanks de corona, zijn er de meeste programmeurs in de theaters aanwezig. Betekent wel, dat vind ik wel dat ik moet zeggen, vergeleken met vroeger, heb je niet alleen maar met programmeurs te maken. Vroeger had je de directeur, hè? Mm-hmm. Ik kan me de jaren nog herinneren van Fons Bruins. Ja. Die is geen directeur meer. Is wel directeur geweest van heel veel theaters van Nederland. Maar met Fons Bruins heb ik geen contact meer, helaas. Voor een hele, hele stevige directeur. Komt Urbanus ook in Sittard? Ik denk het wel, maar dat heeft te maken met het aantal dagen die ik in Limburg boek. Want je weet, in Limburg zijn er heel veel theaters. Dus Maastricht is niet geboekt. Er gaat komen natuurlijk Roermond en er gaat komen alle theaters die er zijn. Wat doe je nog meer behalve Urbanus?
In maart doe ik nog één festival, Lutje. Dat is Bloesrock en Tegelen. Toch alweer bijna 40 jaar hebben we dat ook al gedaan. En in Tegelen hebben we afgelopen week vergaderd op mijn kantoor in Geleen. Mm-hmm. En daar hebben we besloten om, gezien het feit dat er een productie gaat komen die vermoedelijk een week langer gaat duren, dat ik ook gezegd heb, oké, ik heb het ook één keer in mijn 30 jaar, of het is 40 jaar bij Bluesrock, heb ik het één keer ook uitgebreid, verlaat. En dat gaan we dan dit jaar ook weer doen. We gaan het doen op, ik ken het allemaal van buiten gelukkig, 9 september in Bluesrock, op het Bluesrock Festival in Tegelen. Heb je nou meer vrije tijd? Ik heb niet meer vrije tijd. Dat komt omdat ik in een situatie verkeer waarvan ik niet kan zeggen van dit is prettig, dit is vrije tijd. Ik heb last van corona, dat noemen ze een long-covid patiënt ben ik. En dat betekent dat ik te pas en te onpas in slaap val. Nou, wij zien elkaar dus ongetwijfeld met heel veel andere mensen terug op Pinkpop 2023. Tot ziens, graag gedaan. Dankjewel.